in kan haken. Hebben jullie de omslagdoek Julia al af? Dan gaan we vandaag aan een rand beginnen. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Want ja, er zijn ook heel veel patronen besteld al van de Julia omslagdoek. Stuur mij een messengerbericht en ik stuur een tikkie. En dan kan jij vanavond al het patroon bestellen. Maar vandaag, iedereen wil ik trouwens eerst hartelijk bedanken voor het kijken naar de YouTube filmpjes en de duimpjes omhoog en het abonneren. Het zijn er echt al heel veel. Dus ja, daarom wil ik jullie even eerst hartelijk bedanken. En ja, ik zou zeggen, kijk iedere video eerst even goed af voordat je verder gaat, zodat je alle dingetjes die je tegenkomt, eerst dat je die al weet. En vragen kan je onder de video zetten. Dat vind ik altijd heel leuk. Ja, ik vertel nu veel, maar we gaan daar lekker kijken. En we gaan beginnen aan een rand van de Julia omslagdoek. Ik ben al begonnen met vaste en een waaiertje. En ik ga er nu nog vlosjes aan maken. Zie je me nog wel trouwens? Ik hou die doek zo. Ja, die is echt... kijk hoe lekker dat die omgaat. Ja, mijn draden hangen er nog aan, want ik ga nog verder met de omslagdoek. Hij draagt heerlijk. De Julia is heel veel kleurtjes te bestellen. Ik zal de link hieronder zetten waar je de wol kan bestellen bij de Zeeman. En dan gaan we zo beginnen. Tot zo! We gaan dus vandaag de rand aan de omslagdoek Julia maken. En je ziet dat ik hier al ben begonnen met een rij vaste. En daarop heb ik waaiertjes gemaakt. En daarna ga ik vlosjes maken. Dus ja, zullen we maar beginnen met te vertellen wat je nodig hebt. En dan kan jij ook een leuke rand om je Julia omslagdoek of omslagdoek Julia maken. Met vlosjes of zonder vlosjes. Ik heb het in ieder geval tot zover nu af. Maar ik ga gewoon lekker bij jullie met het begin, beginnen. En ik zal je even vertellen wat je nodig hebt. Ik ben gewoon blijven haken met haaknaald nummer 12. Naaldje, een schaartje en ik ga een wc-rolletje gebruiken voor dadelijk de wol omheen te wikkelen, zodat je daar vlosjes van kan haken of maken, knopen, en een centimeter. En dan gaan we beginnen. Tot zo. Je hebt ook nog nodig de Julia van de Zeeman, maar ja, als je een andere rand op een andere omslagdoek wil maken, kan dat ook. Op de Julia zit 100 gram en 170 meter en het is 80% acryl en 20% wol. Ik pak mijn haaknaald, ik blijf gewoon nummer 12. Ik pak even een voorbeeldje erbij wat ik al een keer gemaakt heb om uit te leggen. En ik zie dat ik hier als laatste de toer met de vaste, de losse en de eerste vier waaiers heb gedaan. Dus daar zullen we dan de omslagdoek mee eindigen. Als je daarmee eindigt je omslagdoek, dan heb je ook een rechte rand. Dus ik maak even zelf even dit af en dan gaan we aan de rand beginnen. Kijk, zie je dat dit dan je laatste toer is? Tot zo! Je begint met het maken van een opzetlus. Steek je haaknaald erin. En ik begin aan de punt van mijn omslagdoek. Gewoon omdat ik dat makkelijk vind. En dan steek je gewoon in een steek in of in een opening waar je makkelijk in kan steken. Je pakt je draad op. Je haalt hem door. Omslaan. Door 2. Dus dit is je eerste vaste. Zie je, dan heb je al je draad
aanrecht. En bij de punt zie je dat hier de waaiers lopen en hier heb je dus ja losse gemaakt of een stokje. Ik probeer het eigenlijk met één vaste in elke opening. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan, door 1. En dan heb je hier zeg maar ja een begin stokje of een losse, maar ik ga toch naar die volgende opening en dan ga ik weer een vaste maken. En wordt dit nu te strak dat je zegt nee, dit gaat trekken, wat je dan doet is uithalen, je pakt je draad weer en je zet 2 vaste in een opening. En dat is heel persoonlijk bij een rand. Het is maar net hoe vast of hoe los dat je haakt. En dan gaan we nu in de volgende opening weer een vaste zetten. En dan ga je tussen de steken in zoveel mogelijk proberen een vaste te zetten. Zie je, dan krijg je al hier die hele mooie steken waar je dadelijk de waaiertjes op kan zetten. Dus het is wel heel persoonlijk, doe je 1 of 2 vaste in een opening. Hier heb ik er dus 1, maar ik ga er toch nog 1 bij zetten. Want je rand mag natuurlijk niet gaan trekken. En dit betekent dus die rand vaste, dat je daar weer dadelijk een waaiertje op kan maken. En je zoekt gewoon de openingen. Zie je hier een opening, zeg je nou, het wordt dadelijk mooi afgewerkt. En dan zie ik je bij de hoek, zie ik je weer terug. Tot zo. Dan ben je nu bij de hoek aangekomen. Zie je, ik heb hier een vaste ingezet en hier een vaste. En bij de hoek, daar moet je natuurlijk omheen. Dus hier gaan we 3 vaste inzetten. 1, 2, 3. Kijk, dan heb je de hoek. Krijg je mooi, ja, dan gaat hij niet trekken. Als je daar maar 2 in doet, dan is dat te weinig. En dan ben je hier eigenlijk aangekomen met die vaste en die toer met de 4 stokjes. Dus de bovenkant van je omslagdoek. En daar pak je in elke steek 1 stokje. Of een vaste, sorry. We zijn nog met de toer met vaste bezig. Dus je steekt op elk stokje 1 vaste. En dan heb jij hier losse gedaan. En dan gaan we 2 vaste inzetten. 1, 2. En op die vaste een vaste. En hier tussenin, ja, hier vind ik dat ik er maar 1 nodig heb, maar misschien heb je er 2 nodig. Zie je, dan krijg je die bovenste rand ook weer mooi allemaal vaste. Dus bij de hoeken zet je 3 in, op de stokjes bovenin een vaste en tussenin 1 vaste. En zo maak je heel de omslagdoek, maak je met vaste rond tot op het einde. En dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde aangekomen. Dus ik zet hier nog 2 vaste in. 1, 2. En ik sluit de toer met vaste. Kijken waar ik begonnen ben. In deze steek, in de eerste steek, daar sluit ik de toer. Je steekt in en je haalt door en je haalt nog een keer door de lus. Zie je, dan heb je de toer gesloten. En dan gaan we nu, want ik heb het hier al als voorbeeldje, waaiertjes maken. 5 waaiertjes.
en je slaat 2 steken over en weer 5 waaiertjes. 2 steken overslaan en 5 waaiertjes. Dus zo krijg je die leuke rand. Dus de tweede toer voor de rand is, we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. Deze telt mee als stokje, dus ik zet nu nog 4 stokjes in die eerste steek. Eén, twee, drie, vier. En dan ziet het er zo uit. Deze draden die hecht je straks met je stopnaald hecht je die af. Dan slaan we 2 steken over, 1, 2, en dan gaan we in de derde steek 5 stokjes maken. Dus 1, 2 sla je over, en in die derde steek, daar steken we in, en dan gaan we 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je? En dan slaan we weer 2 steken over, 1, 2, en dan gaan we in de derde, dus 1, 2 in de derde, daar gaan we weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je dat? Als je het patroon gekocht hebt, dat kan. Je kan het patroon kopen via Messenger sturen. Dat gaat het snelste. Dan stuur ik een tikkie van de bank en dan stuur ik een PDF van de omslagdoek Julia. En ik pas meteen ook het patroon aan dat je de rand erbij krijgt. De rand is dus vaste en een waaier. En hier komen nog vlosjes aan, maar die ga ik in een andere video uitleggen. In de volgende video. Dus ik zou zeggen abonneren en blijven kijken. Maar ik ga nog eventjes deze rand afmaken met de waaiertjes. En dan zie ik je op de hoek. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! En we zijn nu met de waaiertjes aangekomen op de hoek. Dus je keert je in je werk. En op de hoek, daar kijk je even, je hebt daar die 3 vaste ingezet. En in die middelste, dus je slaat nu maar 1 steek over, in de middelste zet je weer een waaier van 5 stokjes. In de middelste steek. 1, 2, 3, 4, nou 5. Je hebt dus in de middelste vaste heb je weer een waaiertje gedaan. En dan ga je nu weer verder met je patroon. Dus je slaat nu 1, 2 steken over. Kijk, ik heb hier 1 steek overgeslagen omdat ik zo uitkwam. Dus het is eventjes maar net hoe je uitkomt. En dan zet je in die middelste vaste, zet je 5 stokjes. En nu ga je weer gewoon verder je patroon vervolgen. Ja, kijk, je bent hier aan de bovenzijde. Nu ga je weer 1, 2 overslaan. En je zet weer 5 stokjes. 1 steek.
Zie je dat je dan mooi de hoek ook hebt afgewerkt? Ik ga door tot het einde en dan zie ik je op het einde, zie ik je weer terug. En de andere hoek doe je natuurlijk hetzelfde als deze hoek. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de omslagdoek aangekomen. We hebben iedere keer 2 steken overgeslagen en 5 stokjes. En meteen 2 steken overslaan en 5 stokjes. En hier zijn we dus op het einde bij die 3 losse en die 4 stokjes. En ik kom gelukkig goed uit met 2 steken. Als je nou niet goed uitkomt, dan maakt dat met deze wol ook niet echt heel veel uit, want dat ziet eigenlijk niemand. En nu gaan we de toer sluiten. Bovenin hier, deze steek pak ik op, 1, 2, 3, kan ook hierin, maar ik pak in die steek, daar pak ik de steek op, daar ga ik door de steek heen. Ik sla de draad om mijn haaknaald en ik maak een halve vaste, dus door 2 lussen. Ik trek door, pak de schaar, je knipt je draad af, lekker lang laten en je kan hem zo doortrekken. En je hebt je rand af. Ik ga in de volgende video ga ik uitleggen hoe ik vlosjes nog aan de omslagdoek haak van de Julia. Maar dit was weer een video van Iedereen kan haken. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Graag de duimpjes omhoog, hieronder op mijn foto klikken om te abonneren. En vergeet niet de notificatiebel aan te zetten. Tot de volgende video. Tot ziens! Dank je voor het kijken naar Iedereen kan haken. Graag duim omhoog en abonneer voor de nieuwste haaksteken en zet AUB de notificatiebel aan.